Suriname moet nu haar imago bij de Caribische financiële instituten oppoetsen. Volgens minister Armand Achaibesching van Financiën en Planning, die een uiteenzetting gaf van de schulden die Suriname nog heeft in het buitenland, gaat het vooral om het inlopen van de contributieachterstanden. Suriname is namelijk aangesloten bij verschillende Caribische organisaties. De bewindsman gaf verder aan dat Suriname in aanmerking kan komen voor leningen die afgesproken zijn, indien zij de contributieachterstanden heeft betaald. Er zijn ook gesprekken gevoerd, daar was ik niet bij aanwezig omdat ik al vertrokken was, met de Caribbean Development Fund. Mijn directeur was daar wel aanwezig en de andere ministers. En de Caribbean Development Fund heeft reeds een toezegging gedaan van $10 miljoen. Onder de conditie dat wij de contributieachterstand die we daar hebben ook inlopen. En houdt u vast, de contributieachterstand bij Caribbean Development Fund is circa $4 miljoen. En wij kunnen die 10 miljoen trekken wanneer wij de helft van deze 4 miljoen, iets meer dan 4 miljoen, betaald hebben. Daarvan hebben we al 500.000 betaald, dus de rest nog ongeveer 1,7 miljoen te betalen. En dan kunnen wij gebruik maken van die 10 miljoen die ter beschikking is gesteld. Maar dat is dus geconditioneerd aan het betalen van die contributie. De bewindsman gaf een overzicht van alle contributieachterstanden die Suriname heeft bij de Caribische organisaties waar zij lid van is. En ik heb een snelle berekening gemaakt van de contributieachterstanden die we hebben alleen aan de Caribische organisaties waar we lid van zijn. Dus CARICOM, Caribbean Development Fund, CEDA enzovoorts enzovoorts. En de totale achterstand beloopt $26 miljoen. U moet zich voorstellen dat wij een behoorlijke imago op te poetsen hebben bij deze instituten, wat we ook aan het doen zijn. Wij maken afspraken en wij komen onze afspraken na. En deze achterstanden belopen soms zelfs van het moment waarop we lid zijn geworden van die organisaties of daarna zijn opgebouwd. Maar 26 miljoen aan schuld hebben we aan contributies, waarvan dus aan onder andere Caribbean Development Fund iets meer dan 4 miljoen. Voor de verdere uitvoering van het IMF-programma heeft minister Achaibesching hulp ingeroepen van zijn collega van Barbados, die wel ervaring heeft met de programma's van het IMF.